Wat zijn de ideeën allemaal vandaag? Zit je mij nou te filmen? Ja, natuurlijk. Het is stabiel geworden. Je zag zo achter in je auto zit. Ja. En dan de complete foundation als een, weet ik niet, op je hand leegtimmert. Ja, kijk, in de hoop dat het nog wat wordt. Ja, maar dat is het. Zaterdagochtend, ik ben onderweg naar Keulen, samen met Jarkoffen. En Tess die gaat vandaag alle paarden doen. Dus Frona, Blondie en Boris. En dat zien jullie via Rick als het goed is. Voorin heb ik meegenomen, Steve, Kruis Daan, waar we staan te rijden. Dus alles gaat stoppen, vertaal weer nog voor. Even het klaarmaken voor Spoga, waar we naartoe gaan. En dan gaan we in ieder geval even naar Lucas en naar Passier. Want Lucas mogen we ook filmen. Maar misschien mogen we ook wel ergens anders. Nou, ik weet niet waar het misgaat, maar we zijn nu 9 minuten onderweg. Dat is geen grapje. We staan stil. Er moet getankt worden, er moet geplast worden, er moet eten en drinken gehaald worden en er moet make-up gedaan worden. Ja. In Duitsland heb je een milieusticker nodig en die moet op de juiste plek zitten. Dus dat moet je met 2 personen doen volgens het... Helder. Dat moet je met 2 personen doen volgens het briefje. Dus ik ga filmen en gaan plakken. Komt ie. Inmiddels zijn we aangekomen in Keulen. We leven allemaal nog. Yes. Dana heeft ons best wel heel van A naar B gereden. En nu zijn we bij de Spoga in de Kulmesse. Jasjes ingeleverd en nu mogen we bij de stewardessen door de fundering, geloof ik, zelfs helemaal heen. Best wel spannend. Nee, maar je hebt iets heel bijzonders gevonden, namelijk ciao. Uit Italië. This one is the is a special nylon. Ze zijn ook plastic bitten. Tijd om te lunchen en we blijven natuurlijk koolhydratenarm, dus we hebben nu gewoon 5 bokworsten op een bordje die we dan binnen gaan werken. Anders hebben we over een uur honger. Het zit erop, dagje Spoga, wat super leuk. We gaan de jassen halen. En dan het hele stuk naar Nederland terugrijden. Hoe vonden jullie het? Zo'n eerste Spoga? Heel leuk. Ja, volgens mij vond ze het leuk. Het is zondag, de woeidag. Vandaag is die storm Clara of Clara. Nou ja, hoe die ook heten mag. Chiara. Die komt vanmiddag. Nu waait het al heel erg hard. Nadeel daarvan is dat je dan niet echt buiten kan rijden. Stadmolen is ook niet het beste idee van Nederland. Dus dan is het overal natuurlijk heel druk, want iedereen gaat of rijden of logeren. We hebben er 3 vandaag. Frona, Blondie en Boris. Tessa is uit logeren geweest, die ga ik nu eerst ophalen. Daarna gaan we Frona eventjes logeren. Dat heeft ook met tijd te maken, want als je er 3 op 1 dag moet doen, dan, en dan ook nog voor 4 uur thuis zijn, dan wordt het een drukke dag. Dus Frona logeren, dan gaan we naar de Arkenhoeve. Daar gaan we Tessa Blondie rijden als het lukt. Het ligt eraan hoe druk het is en of er les is. En dan Boris even freestylen, denk ik, of zo. Of ook muziek na logeren of niet. Boris is natuurlijk bij de tandarts geweest. En daar zijn 2 wolfskiesjes eruit gehaald. Maar die waren groter dan dat ze horen te zijn. Dus die heeft nu voor de 10e dag rust. En dan morgen gaan Tess en Daan hem logeren. Dat is voor Tess goed om te leren en Daan kan zien hoe ver die is. En dan gaat zij dinsdag op Boris rijden. En daarna gaat Tessa op Boris rijden. Volgens mij woensdag dan, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Ja, ik ken mijn agenda niet uit. Maar goed, het gaat er dus om dat Daan eerst even met Tess Boris gaat logeren. En dan gaan ze kijken of dat goed gaat. Als het goed gaat, gaat dinsdag Daan er eerst even op. En daarna gaat Tess dan eindelijk op Boris rijden. Als alles goed gaat.
Ja, verder test nu ophalen. En dan proberen om 4 uur echt thuis te zijn en de auto voor de deur te hebben. Want dan barst die storm los. En ik heb natuurlijk niet heel erg veel zin om platgewaaid te worden of ongelukken te krijgen. Daarna kunnen we naar Arkhoeven en dan kunnen we bij Blondie rijden. En ik denk dat je met Boris nog even iets van freestylen kan doen. We hebben Rick gisteren met Boris. Ik heb het gehoord en jullie hebben niet gefilmd. Dat vind ik echt slecht. Nee, inderdaad. Ja. We kunnen al onze lieve kijkertjes niet zien wat Rick gedaan heeft. Nou, Rick heeft gisteren met Boris en... Nee, alleen met Boris heeft hij freestyle gedaan. En dat ging echt wel heel erg goed. Aan het eind. En luisterde Boris wel heel erg goed naar Rick. En ik heb het met Blondie gedaan. Alleen Blondie was in haar... Ik ben zen-modus. Dus het had niet zo heel veel nut. Okay. Want ze luisterde perfect naar me. Nou, dan heeft het toch juist heel veel nut. Dat is toch leuk? Na 5 minuten dacht ik, dat heeft toch geen zin meer als het zo goed kan. Ja, natuurlijk wel. Dat is toch juist goed? Nou, ik heb dus iets van 5 minuten met Blondie gedaan. En Rick... 5 minuten? Oké. Okay. Na 10. Ben je wel zoiets met haar bezig geweest? Want anders heeft ze wel een zielig bestaan. We hebben haar gepoetst, gestapt. Oké. Okay. Ja, ik heb een kwartier gestapt en heb maar 5 minuten freestyle gedaan. Want op een gegeven moment... Als het goed gaat, moet je juist de nieuwe oefeningen gaan doen. Ja, maar ik weet niet welke nieuwe oefeningen. Nou, dat je je blok kunnen pakken en dat ze op een blok kunnen gaan staan of zo. Ja, maar ik was over het terrein geven. Bezig. Oh, je was niet in de bak? Nee. Oh, oké. Okay. Waarom eigenlijk niet? Omdat het bord helemaal vol stond. Oh, ja, dat heb je. Het was zaterdag. Er liep ook een mini huifkarretje. Met een mini pony hiervoor. Oh. Nou. Met een mini-pon hiervoor en die was heel schattig. Ze hadden dan 3 kindjes op en die ging dan de pony besturen. En die liepen natuurlijk nog 2 meisjes naast. Die had... We zijn bij de paard in het stal. Hallo paard. En Tess is aan het poetsen. Ik ga even hooi doen en de logeerspullen halen. Waar zijn de sleutels? In mijn kastje. In mijn kastje, dus dat ga ik doen. Dan draai ik, dan kunnen jullie zien wat Tess doet. Oké, nou eigenlijk zijn dit gewoon 2 teugels. Ja. Ik begin altijd gewoon, dit is een musketon. En de eerste klik ik dan gewoon los. En ik begin bij haar altijd gewoon aan de buitenkant van waar ik sta. Dan doe ik wel een musketon naar binnen. Tenminste, ik zorg dat deze tegen de wang aan ligt. Als hij hem dan aanraakt, dan is het zacht. Oké, dan gaan we de volgende pakken. En de volgende ook gelijk, omdat het 2 touwtjes zijn. Nu zijn het los. Dus we hebben hier 1 touwtje en hier 1 touwtje. Deze hang ik nog niet aan het bit, omdat ik dat te zwaar vind. Dus ik pak gewoon een musketon nu. En die klik ik even hier vast, zodat de lijnen niet liggen te dweilen. Dan gaan we naar de andere kant. En dan laat ik op de video zo wel aan de andere kant zien. Musketon. Oh. Musketon, dus met de ronde zijde aan het bit. Dan gaat de volgende gaat hierboven, want ik vind dat als je aan paardrijden bent, zit hij al lopen ongeveer hier en niet hier of helemaal daar. En deze laatste laat ik gewoon of gelijk lopen met deze, doen ze samen aan. En dan heb je 2 teugels hier. En je kan er ook voor kiezen als je dat niet prettig vindt, dan doe je hem gewoon 1 hoger, net wat je fijn vindt. Zo, nou nu pak ik beide touwtjes. Maak ik hier mooie lussen van. Als je nou niet zo makkelijk paard hebt als Verona, dan moet je dit natuurlijk allemaal wat gecontroleerder doen. En dan mag je dat natuurlijk niet zo op de grond leggen. En dan moet je zorgen dat dat allemaal beter gaat. Het enige wat ik nu mis is de zweep, maar ja, die heeft Verona ook niet echt. Houdt ze zo vast van de sleutels en de rest.
Zo, klaar met logeren. Ik doe er dan altijd gewoon even los en dan mag ze nog even rollen. Nou waait het vandaag echt vreselijk. Dus ik denk dat ik het gezegd. Dus ik blijf bij haar in de bak. Want ze is het grootste. Ze houdt eigenlijk niet heel erg van deze bak. Maar ik vind het echt op zich. Ja, vrouw, we moeten de poep opruimen. Nou, Tessa is er eindelijk. Ik ga de beeldencarrie Mary meenemen. Nou, echt hè? Hallo! Nee, wel! Je moet niet vergeten om eventjes de peeskap af te doen. En daar andere, gewoon een grijze deken op. De therapie hoeft niet. Dus even wat je geleerd hebt. Gewoon trekken. Nee. Nee, vandaag niet. We gaan zo weg. Wel peeskap af. We zijn klaar op manege de Middenhof. We zijn daar bijna weggewaaid. Nou, we zijn daar weggewaaid. Ik stapte uit het paddock en ik dacht, het valt nog wel mee. Dus ik zet het volgende stap. Nou, ik roeide helemaal naar achter. Dat ik niet verwacht. Maar nu weet ik waar het aan toe is. En dat blijft mij leegbaar. Ik ga naar de Arkhoven toe. Ga ik Blondie en Boris doen. Ik ga Blondie rijden en Boris zoveel schoonmaken. Bij de Arkhoven. Het ging eigenlijk best goed. Ik begon met Blondie te rijden. Ik was mijn laarzen vergeten. Gelukkig hadden ze daar laarzen. Daar was ik wel heel erg blij mee. En, ik heb gereden op het begin. In het begin. Er was dag moeders. Nou, heeft ze nou nog steeds niks geleerd? Nee, niks geleerd. Nooit goed. Nou, dat. Ik was bezig om het gevaar te vermijden. En om er steeds dichterbij te komen. Zoals ik heb geleerd. Maar moeders dacht dat ik niks kon. Uiteindelijk liep ze heel netjes. Mijn moeder heeft ook een stukje van gefilmd. Het was niet het net stukje wat er was, maar het was wel echt een heel goed stukje. Ja, maar het is voor jou natuurlijk ook wel eens lekker om gewoon te oefenen zonder dat er een camera op je neus zit. Ja. Dus dat is voor mij de reden om alleen even een stukje met mijn telefoon te filmen en de rest gewoon even aan jou over te laten vandaag. Ik heb Boris Soefies nog schoongemaakt. Ik heb lekker gepoetst. We hebben een teken eruit getrokken. Ja, waar Dina vandaan komt. Ja, hij zat er gisteren al. En dan heb ik een foto naar Daan toegestuurd. En dan had ik er wat van het ecostel spul opgespreid. En ik dacht, ja, het lijkt wel een beetje op een teken, maar het is het vast niet. Want Daan dacht dat het een vrat was, want zo leek het er ook een beetje op de foto. Maar toen had ik het vandaag nog een keer laten zien. Toen zei ze, nou, dat is een teken. En heeft mijn mama het eruit getrokken. Nu even naar Middenhof. Doen, ja. Kunnen we eindelijk naar huis. We hadden om 4 uur thuis moeten zijn. En hoe laat is het nu? 6:30. Maar we moeten wel voor 7 moeten we echt thuis zijn. Ja, ik doe mijn best. Ik zit op jou te wachten. Sorry! Maandag vandaag. Eerst was Rick ziek. Toen Alwin. En, ik sta wel heel scheef. Ik ga jullie even wat rechter zetten. Dat is wel heel heftig. Zo. Nee, een beetje plat. Kom op. Nog scheef. Wat ik zei, iedereen is ziek en ik zit aan de pyrogenium. Paardenmiddel, maar het werkt wel. Maar dan nog ben ik niet fit. Dus ik doe alleen de dingen die ik moet doen. En alle andere dingen laat ik even voor wat het is. Nou ja, ik moet natuurlijk nog heel veel meer doen. Maar ik doe nu eigenlijk zeg maar de 112 meldingen bij de politie. Achter mij een enorme doos van bugels binnenkomen. Super gaaf. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie willen dat we die live gaan unboxen. Als het antwoord ja is, gaan we dat misschien wel op de Arkhof doen. Even vragen of dat mag. Ik ben nu onderweg naar Middenhof. Daar ga ik Verona en Nia en Batman in de stapmolen zetten. Even hooi bijvullen. Vanmiddag komt Elisa om Verona te logeren. 1 ben ik niet fit. Maar 2 staan er op de Arkhoeven ook nog 2 te wachten. Boris en Blondie. Blondie wordt vandaag gereden door Danielle. Dus dat is fijn.
En Boris gaan Tess en Danielle samen logeren. Dus Tess krijgt logeerles. En nou ja, als jullie willen, als het op Instagram goedgekeurd wordt, dan gaan we dus die hele grote doos van Bukkels ook nog even unboxen. En daarna ga ik denk ik gewoon naar mijn bed. Ik ben op school geweest. We hebben een gesprek gehad over de CITO-toetsen, want die heb ik laatst gehad. Ik ben best blij met de uitslag. En we gaan nu naar de Arkhoeven toe. Dan ga ik Boris doen. Logeren als het goed is. Logeren. En Blondie is al gereden door Daan, denk ik. Ja. En Verona is ook al gedaan, ja toch? Elisa gaat zo meteen Verona nog even logeren, maar ze is net in de molen geweest. En ik heb eventjes de hoefjes gedaan, dekens gewisseld, dat soort dingen. Boris is vorige week naar de tandarts geweest, dus hij heeft even een paar dagen, hij moet wel beginnen in de stap. Oh, ja, en dan hou je hem naar je toe als je niet luistert en begin je overnieuw. Hij moet stappen, nu, binnen 2 rondjes. Ho. Goed zo. Ja, hij moet leren gewoon te beginnen in stappen. Ja. Boris is vorige week naar de tandarts geweest, dus die heeft even stappen. Ho. Hij moet minimaal 3 rondjes stappen voordat hij mag draven. Zo ja, het liefst meer. Hij is naar de tandarts geweest. Zij heeft even een aantal dagjes geen bit in gehad. Vandaag is weer het eerst met bit. Dus dan doen we eventjes aan de bijzet logeren. Niet te strak, maar dat hij even weer een beetje aan het bit kan wennen. En dan gaan we morgen weer rijden. En Boris neemt nu Tessa zo in de zeik dat hij zelfs gewoon lekker gaat staan poepen. Ja. Waar is je zweep? Ja, je bent aan het logeren. Waar is je zweep? Ho, stappen. Ja, even zorgen dat je lijn al je... Ja? Stappen. Terug. Nu. Ho. Dat moet sneller, Tess. Want ik hoor jou nu niks zeggen. Zo, daar. Even zorgen dat je je lijn onder controle hebt. Is je longeerlijn goed? Ho. Stappen. Terug naar de stap. Ja. Ik vind dat er te weinig gebeurt. Maar ook in jou. Je bent achteruit aan het lopen. Dus je bent eigenlijk nu aan hem aan het aangeven dat je bang voor hem bent. Dat je achteruit loopt. Al doe je je zweep even in je oksel. Maar je gaat je zweep niet op de grond gooien. Maak je lijn even een beetje korter. En dan zeg je gewoon tegen hem stappen. Nu. Klaar. Ho. Gewoon stappen. Ja. En dan pak je je zweepje door. Het liefst heb ik heel je longeerlijn in gelijke bogen in je linkerhand. Deze moet altijd zo. Daarom is dit ook een lus, hè? Ja. Dus je begint vanaf hier. Ja. 1 rondje, 2 rondje, 3 rondje. Dat heb je hier. En die heb je daar. Zo. Dat elke hand 1 ding te doen heeft. Oké? Als je dus aan hem merkt dat hij rustig blijft stappen en op jou wacht, dan mag hij aandraven. Mijn aura doet genoeg, denk ik. Zo. En je houdt ook het tempo onder controle. Hè? Hij mag heerlijk met zijn neus naar de grond. Daar is geen probleem mee, maar hij mag daardoor niet in slaap vallen of het tempo overnemen. En probeer te kijken dat je lijn in contact met hem staat. Eigenlijk net als je teugel, hè? Ja. Die in je oksel. En als je hem naar je toe haalt, moeten het gelijke lijnen zijn. Gelijke lussen. Oh, je bent nu het eind verloren. Ja, gelijke lussen. Ben je gelijke lussen aan het maken? Goed zo. Oh, zweep gaat er vandoor. Ja. Ja, dat is niet niks. Goed zo. Ja. Goed zo. Even kijken. Het paardrijf vind ik ook leuker. Geloof mij, je gaat hier zoveel aan hebben. Hou jij deze even vast. Ja, dan mag je hem een klein beetje onder spanning houden.
Dat niet zeg maar de ene kant helemaal loshangt en dan de andere kei strak. Ja, laat hem maar losser. Haal hem maar eruit hier zo. Oh, let op, als je hem helemaal op de grond laat vallen en hij schrikt en hij gaat rennen en hij gaat erop staan, dan trekt hij zijn onderkaak eraf. Ik vind het niet zo lekker. Maar kijk, weet je wat het fijn is als je dadelijk goed kunt longeren? Dan kun je daar namelijk zien wat je paard doet wanneer als die beweegt. Ja. Want je gaat op een gegeven moment een hele hoop voelen als je erop zit, maar je ziet niks. Ja. Daarom heb je ook, hoe hoog je ook doet paardrijden, altijd een instructeur nodig of iemand die met je meekijkt. Zodat hij dus ziet hoe je paard zijn benen neerzet. Of misschien houdt hij zich een beetje scheef in zijn lijf of in zijn hoofd. Dat zijn dingen die zie je niet als je erop zit. Maar wel als je hem longeert. Ja. Oké, okay, you're ready. Yay. Je hersenen hebben hard gewerkt vandaag. Ja. Nou, hoe vond je het, Tess? Lastig. Ja. Maar ik sowieso, Boris pas net ken. Ja. Dat het een heel stuk lastiger is dan met Blondie. Ja, zeker. Met Blondie denk ik, nou, ik doe dit en ik doe dat. En ja. Dus ik ben klaar. Ja. Met Boris, die gaat gewoon af en toe niet vooruit en af en toe gaat hij nog veel te snel. Ja, ja, dus je moet zelf ook weer een beetje die afstemming hebben. Hè? Dat, ja. Dat hij weet wat hij aan jou heeft en dat jij weet wat je aan hem hebt. Ja. En dat hij ook weet welke hulp of welke houding wat betekent. Ja. En dat jij natuurlijk ook aan hem gaat zien wanneer die of een beetje ergens naar zitten kijken. Dat je al weet, hey, hij zit niet op te letten, moet ik meteen weer handelen eigenlijk. Hè? Dus dat je niet wacht totdat hij gaat rennen en dat je dan denkt, oh ja, hij moest weer langzaam. Maar dat je denkt, hey, hij kijkt, dus daar gaat hij van rennen. Opletten. Goed zo. Op naar morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag met Blondie in de les. Boris is al gereden. Morgen ga ik misschien Boris rijden. Misschien wel. Het zou dan eindelijk de eerste keer worden. Na zijn hele gebitscontrole. Na een maand. Een maand niet, maar wel lang. Ja. Nou, gisteren heb ik Blondie gereden. Dat ging eigenlijk wel heel goed. Ze ging ook bij mij een beetje zo bij de stoel en in de hoek bij de M. Een beetje zitten zeuren. Ja, van de oh nee, daar durf ik echt ja, niet langs. Ja, precies. En dan het liefst al hier een beetje bij de B, hè, hoe eng de kant die er wel niet is. Maar gewoon een beetje zo, klein beetje de neus naar binnen, blijven wijken van mijn binnenbeen. En dan hoef je niet zeg maar meteen het eerste rondje, hup, die hoek in. Maar dat je gewoon elk rondje probeert een stukje dichterbij te komen. Ja, dat had ik ook geprobeerd. Ja. En toen ik laatst had gereden, toen liep ze zo. En het leek net alsof ze om hem ging dansen. Nou, dat is goed. Dat is goed. Oh, want okay. Als ze dus meer haar lijf gaat gebruiken, dan zit dat voor jou een stuk lekkerder. Ja. Heel irritant, want ik hoor mezelf dubbel. Oh, ik van jou ook. Ja. Dat gaat ook heel hard. Ja. Nee, dus we rijden nu bij de les van San, dus we doen even met een oortje. Dan hoeven we niet door elkaar heen te gillen. Ja. En dan kunnen we aan de gang. Dan gaan we lekker stappen. En ik hoor jou en jij hoort mij, dus dat is makkelijk. Daar blijven rijden totdat zij daar zichzelf dat energiebolletje maakt. Hè? Kom maar. Ja, kom maar. Kom. Toch blijven rijden. Daar. Dat is ook weer net als gisteren met het longeren. Als we zien dat het misgaat, zorg dat je ingrijpt. Dat je niet wacht en denkt, oh kak, hij loopt helemaal scheef. Of hij is in slaap gevallen of hij is op hol gegaan. Maar dat als je iets ziet, hè, dat je daar meteen weer in dat energiebolletje gaat. Ja, kom maar. Oh, gaat je moet blijven staan waar je staat, hè? Ja. Kijk, het is zeg maar de doelietest dat jij Jill erin doet, dat ik jou erin duw en dat jij gewoon zo achter de doos gaat zitten en dat ik dan erin verdwijn door de paarden. Okay. Eigenlijk moet je in de doos iets naar voren doen, want anders kunnen de paarden jou er niet in stoppen. Ik wil iets erachter. Oh, ik heb een Jill. Maar hoe zit je dan met Jill? Die moeten dan er naartoe gooien, joh. Nee, je gaat gewoon daar staan, want jij moet er ook op de paarden staan, Daan. Ja. Dus Tess moet iets naar voren. Juist, juist. Goed zo. Kan die? Ja. 3, 2, 1. Nou, dit is dus wat wij hier op stal doen. TikToks maken. In het IGTV en meer van die ellende. En alle paardjes en hondjes en iedereen moet meedoen. Nou, en dan hebben we hier onze ster van de show. En dit is Jill.
Hoe oud is Jill? Dat weet ik niet eigenlijk. Dat weet ik niet, het is jouw hond. Volgens mij is Jill 8. Het is jouw hond. Ik weet het niet meer. Jill houdt duidelijk niet van paarden, maar dit is Maldone en Maldone zit daar niet mee. Nou, dit is dus wat wij doen op stal als we niet rijden. Het is donker, maar... Wow. Oh ja, ik ga even spelen. Hier achter zie ik de bak. Voor jullie. En dan ga ik zo rijden. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik moest er zelfs even over nadenken. Blondie die heeft Rino in Entingen gehad. Alleen Rino moet je herhalen binnen 4 weken. Of na 4 weken en dan binnen een korte periode. Dus ik ben nu onderweg naar Arkhoeven om de dierenarts op te wachten. 1, ik heb haar paspoort. En 2, ja, weet je, het zal toch makkelijker met z'n tweeën dan alleen. En zo vaak worden paarden dan ook weer niet geënt. Dus ik ga even die kant op. En dan mag ik daarna gewoon weer terug. Dus dat is even heen en weer rijden. Maar ik kan het. De dierenarts zal zo wel komen. Ik vind het wel koud. Oh, sorry. Sorry, Rick. Even bij Blondie kijken alvast. En worteltjes wilde ik meenemen. Want misschien vindt ze het niet zo leuk. Want de vorige keer vond ze de inenting. Nou, hier viel het wel mee. Maar de keer daarvoor vond ze het niet echt tof. Dus ik neem even wortels mee. De dierenarts is er. Ik ga niet filmen hoe we een injectie geven. 1, is het een beetje eng? Nee hoor. Maar ja, ik wil liever dat soort dingen niet op film. Zo, het is vandaag woensdag. Ik had vandaag een korte dag. En hierachter zie je het pand. Oh, je mag eventjes nog die doos eventjes inleveren in het pand. Zo, en dan mag je daarna weer verder. We rijden net weg bij het pand. Toen hebben we even lekker gegeten met mijn vader en Kim. We gaan nu naar de Arkhoeven toe. Dan ga ik Boris en Blondie daarmee ga ik even uit stal halen. Boris en Blondie even poetsen. Boris een hoefje schoonmaken. Gaan we naar het Middenhof. Oeh, zonnetje. En dan ga ik daar Verona springen in de springles. En dat is de planning voor vandaag. Ja toch? Ja. Hoi. Jongens, wat gaat er gebeuren als ik heel eventjes weg ben? Nou, zijn jullie benieuwd? Ik ben zo weer terug. Nou, ik ben maar heel eventjes weg geweest. Ik ga even kijken wat Blondie. Jij. Met deze lieve schat, deze lieve poepiedol die allemaal heeft gedaan. Laat me maar even. Zo, ik ben klaar hier. Ik moest dus alleen nog even een stukje vegen. Kas gaat nu ook vegen. Doe maar Kas, veeg jij maar even, jongen. Je kan het. Botsen. Wel heen en weer graag, Kas. Zo gebeurt er niet zoveel. Ja. Kas? Heen en weer. Zo krijgen we geen. Oké, Kas wil niet. Nou, ik ben hier klaar. Ik moest alleen nog heel even vegen. En na het vegen ga ik naar het Middenhof en heb ik met Corona springles. We hebben daar even lichtje aangezet, want zoals je hier achter ziet, het is een beetje donker. Ik heb net met Verona in de springles gezeten en het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Niet bovendien, maar ze ging wel echt heel erg hard. Ik had vandaag ook niet echt de wilskracht om haar tegen te houden. Maar ja, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen en ik zie jullie morgen weer. Ja, het gaat weer hard, hè? Omdraaien. Dan moet je dat niet in de hoek doen waar je moeder staat, want goed zo. Hier. Ja, goed gedaan. Nou, vertel het maar. Vandaag is het grote moment. Vandaag ga ik voor het eerst op Boris rijden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Boris houdt in ieder geval heel veel van andere paardjes snuffelen. Ze is dat ook zeker weten aan het doen. Nou juf, wat gaan we doen? Oh. Vandaag gaan we Boris rijden. Ik ga eerst zelf heel even een rondje. Zodat Tess hem ook eventjes onder het zadel kan zien. Ik rij hem normaal gesproken niet. Hij is natuurlijk wel
iets kleiner. Maar dan kan ik even aan Tess laten zien hoe het eruit ziet. Dat ze niet opstapt en denkt, ik weet niet wat ik moet verwachten. Het is bijna net als bij de verkoop van een pony. Ja, echt wel. Altijd eerst zelf rijden, zien of het geen rodeo is en dan maar pas op. Precies. Maar wel weet je dat je ook niet opstapt dat je denkt, oh jee, wat kan ik verwachten. Maar dat je hem alvast eventjes wat kan zien lopen. Ja. En dan dat je ook weet waar je op voorbereid bent. Ja. Tip voor alle kindjes, laat dat het eerst even hier, want anders zitten die op kans blijven. Zenuwachtig? Moi. Ja, dus. Het is maar een pony, hè? Ja. Dat is goed, dus rijdt ze ongeveer hetzelfde als Blondie, denk ik. Ja? Hi. Gaan we hem korter doen? 2 naar 2. 2. Moet je maar. Boris, niet doen. Oeh. Wat dan? Maak wel beugels. Nou, til is lekker op maat. En dan ga je linksom stappen. Nou, ik heb hem al de hele dag vergeten om aan te zetten. Dus. Maar ik wil de beste wedstrijd nog een keer met jou aangaan, maar dan moeten we wel de calorieboetes op hetzelfde zetten. Anders is het ook. Hoeveel gaan we opzetten dan? Ik dacht 500. 350. Wat vind jij nu? 300. Dan doen we 400. Maar dat is geen manege voor. Je zit elke dag ook bijna aan de 1000 calorieën. Nee, dan kun jij dat echt op 400? Niet terugwerken. Naar je hand toe, hè? Doe je hand voor je zadel. Gewoon normaal voor je zadel. Ja, en daar stap je naartoe. Ja, ga even maar vastzetten. Ja. Zo, goed. Zo. En hij heeft ook, net als Blondie, een heel zacht mondje. Dus zorg dat je niet, ook niet sterk probeert te maken, hè? Zo. Kijk, deze doe je wel heel mooi het leven weer, hè? Ja, deze die gaat wat verder. Ja. Die duwt zichzelf ook. Snapt hij? Ja, hij snapt het ook al wat beter. Ja. Goed zo. Ja, stap maar een beetje door. Been mooi lang. Hij is nu toch een jaartje ouder en hij heeft al een keertje L2 gestart. Zo, ja. Betekent niet dat alles meteen vanzelf gaat, hè? Maar hij kent al wel wat meer dingetjes. Heel goed. Ja, dit is heel mooi. Ook bij hem wil je weer dat het achterbeen naar voor toe gaat. Goed zo. Ja, daar. Zonder dat je hard je best hoeft te doen, moet je daar gewoon mooi meteen die voorwaartse drang aanpakken. Ja, tof gedaan. Goed. En wordt hij een beetje scheef of gaat hij een beetje hangen? Komt hij een beetje over de teugel? Ja, dat corrigeer je door een klein beetje gas te geven. Ja, alles oplossen door een heel klein beetje naar voren toe te denken. Zo, ja. Daar, ja. Hartstikke goed. Been mooi lang houden. Zo, en dan staan die ponies dadelijk helemaal een beetje bij de X voorbij zijn. Dan ga je lekker draaien, ja? Ja, zorg dat hij voorwaarts is. Zorg dat hij voorwaarts is. Daar. En het is ook niet erg dat je hem even een keer een pasje aan laat draven, hè? Goed zo. Deze pakt wel heel mooi die overstap. Ja, achter zie ik lijkt het voor mij alsof hij ruimer loopt dan Blondie. Maar ja. Ik heb bij Blondie het idee dat haar voorbenen verder naar voren gaan. Ja. Maar, en ik weet niet of dat goed of slecht is. Dat is het enige wat ik zie. Doe eens nog 2 tellen stappen, Tess. Ontspan jezelf.
Kijk, bij hem zie je natuurlijk nog meer dat hij over de afstand van het voorbeen stapt. Zie je dat? Daarom zegt die achterbenen die gaan echt wel een soort... En bij Blondie is dat minder. En nou, zo moet dat natuurlijk ook nog leren, want zij zet snel een beetje de kontjes stijf. In plaats van dat ze haar lijf loopt. Ja, en dat zien we ook meteen aan Tess, dat haar handen mooi meegaan met die stap. Omdat hij het ook aanbiedt. En dat, is misschien, en dat zal ook zijn dat hij het al begrijpt, hè? Ja. En dat Blondie... Nee, dat maakt niet uit. Het is gewoon leuk om de verschillen... Zoek de vijf verschillen. Ja, de klok heeft horen luiden, maar nog niet weet waar de klepel hangt. Ja, dat. Zo, ja. Kom maar. Ja, stap maar door. Heel goed. Dan draaf je zo aan. Het liefst zo losjes mogelijk van voor. Oh, gaan ze nog een keer gebroken lijn rijden? Goed, zo. Heel mooi. Been mooi lang houden. Het liefst je been bij de single, hè? Oeh, denkt hij. Dat is een leuke. Ja, kom. Zouden we ietsje snellere reactie willen? Kom. Ja, hij moet meteen mooi die voorwaartse pas nemen. Ja, goed zo. Goed zo. Kijk waar je heen wil. Ga je voor de pion langs? Ik zag het ook. Ja, alles wat hij doet een beetje voorwaarts oplossen, hè? Ja, heel zachtjes dat contact met die mond voelen. Ja, is hij genoeg naar voren? Goed zo. Slimmer zijn als hem. Daar, dat is heel mooi. Maak jezelf mooi lang. Let op dat als je iets naar voren gaat zitten, dan komen ook je onderbenen te achter. Het is meer als hij dan een jonger kindje krijgt en die wil dan zonder zadel. En, nee, dat is geen probleem. Ja. En hij is ook al mee op ponykamp geweest en hij kan ook in de springles en hij kan alles. Nou, wat mooi. En anders gaan we dat gewoon met hem doen. Ja. Ja, je boos. Nou, dat ging goed, hè, Des? Ja, best wel. Ja, zeker. Hij moet gewoon even leren weer wat meer aan je been te zijn, hè, want hij is een beetje... in slaap gedut in de tussentijd. Ja. Dus als jij been geeft, dan moeten we hem eerst even een beetje wakker schudden. Mm-hmm. Maar dat geeft niet. Ik denk dat we dat heel snel voor elkaar krijgen. En je ziet eigenlijk in de hals, daar hoeven we eigenlijk niet heel veel aan te doen. Nee. Dat kan hij heel mooi zelf, maakt hij al zo'n mooie zelfhouding, noemen we dat dan. Hè? Dat hij al mooi een beetje zo'n boogje maakt en mooi op de loodlijn blijft in een stille verbinding. Dus eigenlijk zit het werk, nou eigenlijk altijd, hè, zit het werk meer hier. Dat hoe meer die aan je benen reageert, hoe meer we energie in het achterbeen krijgen en hoe nog makkelijker het gaat. Ja. Hoe meer het vanzelf gaat. Heel goed, dames.